Goedemiddag, welkom hier bij in de schaduw van de Romfabriek. Ik wou jullie even binnenkomen leiden en even een kleine rondleiding geven in de fabriek aan al wat het gebeuren rondom de voorstelling. Gaat u even mee? Oké, welkom to my crew. Vandaag is uitvoering nummer 5. Zes? Nee, 5. 6. Sorry. Zijn de 6. Eerste 5 verlopen. De eerste 5 zijn echt fantastisch verlopen. Ja. Ja, de première avond was ontzettend geslaagd. We hadden een beetje een moeizame generale repetitie, maar met alle energie die voor de spelers neerzet, is het één groot succes geworden. Ja. En mogen we eigenlijk na de afval van de première avond wel zeggen dat het eigenlijk al een heel geslaagd project is. Ja. En mooi zegt deze ruimte is de horecaruimte. Wie heeft die mooi gemaakt? Ploon Hendricks van Ons Moe in Oplo en Antoinette Daverveld. Die zijn met name degene geweest die de inrichting hebben verzonnen en uiteindelijk het ook werkelijk hebben ingericht. Nou, super mooi. Ja, zeggen, kijk, ja, fantastisch. Tuesday's gray and Wednesday's too, and Thursday I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, and Tuesday, Wednesday break my heart, and Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday. Nou, als dan eindelijk een kopje koffie op hebben, dan is het tijd voor de voorstelling. Dus zoals eigenlijk Conrad Smith, ik heb de koor en de tribune zien. Kijk, we hebben de hoofdfotograaf. Nooit, helemaal nooit. Dat is allemaal last. Ja, dat is lekker lichtbaar. Zo, nou zitten we hier op de tribune. Langs mij zitten twee hele belangrijke mensen. De mensen van techniek, licht, geluid en video's. Meneer, stel u even voor. Ik ben Tim, ik doe het video licht. Ja, je hebt een hele grote tafel, je kunt het zien. Een miljoen knopjes erop.
weet niet. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met alles? Met de voorbereiding? Met het allemaal? Is dat er niet aan, volgens mij. Hallo. Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereiding? We hebben een dag gebouwd en we hebben een licht geprogrammeerd met de regisseur. Ja. En tussendoor wat aangepast en nu is het resultaat er. Ja. En ik begreep dat jullie elke dag al best goed hier zijn, of niet? Alles net schuld worden maken. Ja, ja. Alles weer klopt en alles weer perfect klopt. Ja. Ja. Naast Tim zit. Twan. Twan goed. En ook muziek starten of niet? Ja, de muziek is instarten en geluidseffecten instarten. Ja. Dat kun je niet anders zien, maar overal is het overal de microfoons er weer opgesteld. Dan weer een lengte niet meer kun je het wegen. Zo. Hey, daar zijn we weer. Dat is dan weer voor dat de spelers achter. Nou, ze zeggen veel succes vanavond weer. Wij vertrouwen jullie dat het allemaal weer goed komt. Dat we weer staan. Als we kijken bij het decor, dat is echt fantastisch gebouwd. Echt mooi. Ik zal een paar kleine dingetjes laten zien. Kom maar eens. We zullen denken, we zijn nu beland. Dit is de fabriek. En zo halverwege de voorstelling gaat hij omhoog. Zodat we hier een ander decor krijgen. En weer omlaag. Als we de scènes moeten spelen met de fabriek. Als je een beetje kunt kijken, andersom ingenieus en knap toch? Heftige motoren. Het wordt allemaal bediend door iemand die hierachter zit. Om geen druk op te knoppen. Met al die ogen nog echt. Nou, kom verder met het decor. Ook wel backstage. Nou, voor de mensen die het stuk al hebben gezien, daar spelen zich een aantal scènes af in de kelder. Die worden hier afgespeeld. En nee, dat is niet opgenomen, dat wordt allemaal live gespeeld. Je ziet hier ook de microfoon hangen. En hier de camera. En via de camera wordt het dan buiten op dat grote scherm wordt het dan afgespeeld. Knap, hè? Dat is echt overnodig. Ik vind het super. Via deze ruimte gaan we om naar de omkleedruimte. Kom maar eens mee. Hier liggen alle requisieten die we nodig hebben in het stuk. Nou, er zijn er maar niemand mag het aanraken behalve degene die het zelf nodig hebben. Daar zit waar alle mensen omkleden. Nou, van 90 man is het nog wel nodig. Vandaag een grote ruimte. De voertuigen, de knommen die we hebben nagemaakt hier in het spel, de laatste scène zijn al gebruikt. We zijn al eventjes binnen, straks wil je gewoon naar buiten. Oké, hele mooie motor staat er nog. Mensen die stukjes zien hebben, zullen wat kennen. Zo, nou moet ik een beetje rustig praten, want we komen al in de griepruimte. Ja, zijn de mensen het af en toe toch nog best wel een beetje zenuwachtig. Kom eens kijken. Ja.